Mag ik starten? Zien we al iets? Ja. Oké. Ja, goeiedag. Ik ben Bram Faams en ik kom jullie iets vertellen over een projectje van ons, de Jonathan Academie, wat onze geflipte versie van de Flipped Classroom is. De Flipped Classroom, wat is dat nu eigenlijk? Dat is het principe dat je sommige leerstof eigenlijk kan uitleggen aan de hand van filmpjes. En dat leerlingen die filmpjes eigenlijk thuis kunnen bekijken en dan hun tijd in de klas kunnen gaan gebruiken om te gaan oefenen. Nu, mijn school is een school voor buitengewoon onderwijs. En ik zou u iets wijs maken als ik zei dat dat bij ons allemaal al zo loopt. Maar wij vonden het idee wel interessant. En wij wilden nog een stapje verder gaan door het activeren van de leerlingen en om specifiek te gaan werken aan probleemoplossend denken bij hen. En daarom kwamen we op het idee van de Jonathan Academie. En daar gaan we dus de leerlingen filmpjes laten maken. Zij gaan leerstof uitleggen aan andere leerlingen en aan ouders. En ze doen dat door het maken van PowerPoint-video's die ze van A tot Z zelf maken. Dus dat gaat van het maken van een scenario tot het maken van een PowerPoint en het uitschrijven van het filmpje. Dat is een voorbeeldje. Je begint van boven naar beneden. 5 plus 9 is 14. Ik schrijf de 4 en ik onthoud de 1. Ja, zo, ik zag het maar heel kort natuurlijk. Zo maken ze filmpjes in PowerPoint en ze spreken daar zelf hun stem op in. Dus we hebben dat gedaan door eerst hen het onderwerp van hun filmpje van de leerstof te laten bepalen. We geloven erin dat dat heel belangrijk is van hen dat zelf te laten kiezen, omdat we dan eigenlijk ook aan metacognitie doen. Ze denken na over hun eigen denken. Wat ga ik goed kunnen uitleggen? Wat is niet te moeilijk? Wat is niet te gemakkelijk voor mij? Daar starten we mee. En dan gaan ze een scenario uitschrijven en ze gaan ook zoeken naar een goede schematische voorstelling van die leerstof die ze willen uitleggen. En ze gaan bedenken, hoe ga ik dat nu uitleggen? Welke stapjes zet ik in mijn hoofd? En dat vinden we een heel belangrijke probleemoplossend denkend activiteit. Ze doen dat gewoon op papier, dus er komt nog geen computer aan te pas. Dat is pas in de volgende fase dat we naar de computerklas gaan. En dan gaan ze dat schema dat ze gemaakt hebben, gaan ze helemaal omzetten in PowerPoint. En ze gaan allemaal die stukjes van dat schema één voor één doen verschijnen. Een beetje, ze vinden dat fantastisch, dat is een beetje tovenarij. Zo gaan ze dat klaarzetten eigenlijk in PowerPoint. En dan de vierde stap is dat ze hun stem erbij gaan opnemen. Je kan dat in PowerPoint, van gewoon alles te laten zien en tegelijkertijd jouw stem op te nemen. En dan als laatste is er nog een beetje werk voor mij. Ik bekijk dan allemaal die filmpjes. We maken er dan filmpjes van en ik knip daar zo wat pauzes en foutjes en uis. Dat knip ik daar allemaal netjes uit. En ik publiceer dat op het YouTube-kanaal van de school. En ik embed het in de website die we hebben voor dit project, die ik zo dadelijk laat zien. Nu, we merken dat dat een enorm inzicht geeft in het denkproces van de leerlingen, zowel voor ons als voor de leerlingen zelf. De leerlingen moeten nadenken over hoe los ik dat op, maar wij krijgen ook een inzicht in hoe lossen zij bepaalde problemen op. Wat is er, hoe pakken ze dat aan? En we hebben dat bij een aantal leerlingen al verschillende keren gedaan en we merken dat er een heel duidelijke groei is in dat probleemoplossend denken, maar ook op het gebied van ICT-vaardigheden. Wat dat minder is, ik ga niet alleen de goed nieuwsshow geven, wat dat minder is, is dat we onze ouders nog niet op de kaart gekregen hebben. We hebben nog heel weinig respons gekregen van ouders, terwijl we hadden verwacht dat die daar toch wel heel enthousiast over zouden zijn. Maar dat is tot nu toe nog niet het geval geweest. Dus we denken van gewoon een keer via briefjes en daar te proberen warm voor te maken om hen toch uit te nodigen om naar de website te gaan. Maar van andere collega's en andere scholen krijgen we wel al veel schouderklopjes, dus dat de deugd. Nu, dit is een blauwdrukproject, mag ik het noemen. Iedereen mag komen kijken. Op onze website staat een volledige videohandleiding over hoe dat je zelf filmpjes maakt. We gebruiken een schabloon en ook dat schabloon kan je online vinden, zodanig dat je het ook in je eigen school een keer kan proberen. Nu, een ICT-coördinator die een beetje betrokken is, dat zal toch wel nodig zijn, want zeker wanneer dat je met geluidopname te maken hebt en PowerPoint, zijn er soms wel technische hindernissen. Nu, wij willen het aantal filmpjes uiteraard zeker nog vergroten. We willen steeds meer filmpjes en we gaan daar samen met stagiairs aan werken.
En ik ben ook constant op zoek naar andere technieken. Bijvoorbeeld de iPad is een super manier om dat op een eenvoudiger technische manier te doen. Maar het kost natuurlijk veel geld. Je kan ons project volgen op www.jonathan.be/academie. En mij vind je op Twitter, @BramFaams. Mag ik beginnen? Goed. Ja, allemaal. Ik ben Pim Staals, werkzaam voor Skozok. En ik sta op basisschool De Pionier in groep 8. En De Pionier is vorig schooljaar door de inspectie als zwak bevonden. En daardoor moesten wij meer investeren in taal- en spellingonderwijs. En hierdoor kwamen wij eigenlijk op het idee om een digitaal persbureau te ontwikkelen. En met dat digitale persbureau, De Pionier Courier, zo noemen wij het, proberen wij op een betekenisvolle, toepassingsgerichte en aansprekende manier van leren opbrengsten van taal en spelling te vergroten. Nou, ik zou eigenlijk een klein blik willen wagen op De Pionier Courier, maar dat gaat niet lukken vanwege mijn internet. Dus ik ga even snel verder. Met die pioniercourier proberen wij zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de 21st century skills, wellicht bij jullie bekend. En die zult u dadelijk ook terug kunnen zien in de presentatie van dit project. Het hele proces begint eigenlijk bij de voorbereiding. De kinderen maken via Microsoft OneNote maken ze een plan van aanpak. En ik heb hier een klein voorbeeld. En in dat plan van aanpak, daar schrijven ze, gaan ze eerst informatie over een bepaalde persoon opzoeken. Nou, in dit geval is het mijn collega Mart Kuipers van Skozok. Ze gingen dus op Google informatie opzoeken over wie nou die Mart nou precies was. Ze kwamen erachter dat hij stafmedewerker ICT bij Skozok was. Vervolgens maken ze in het plan van aanpak, gaan ze vragen maken. Nou, vragen over het werk, daar staat: u bent stafmedewerker ICT van Skozok. Ja, wat houdt dat precies in? Dus ze gaan dat stukje wat ze opgezocht hebben koppelen aan bepaalde vragen. En daarnaast moeten ze ook nog leren plannen. Dat maken ze ook via OneNote. En als dat allemaal goed is en in orde is, dan krijgen ze van mij een definitieve go. En dan kunnen ze het over tot de uitvoering. Dit is het planbord waarin kinderen zich kunnen inplannen. Ik heb meteen ook een mooi overzicht waar alle kinderen nou precies mee aan het werken zijn. En kinderen kunnen ook meteen kijken wat er nog allemaal beschikbaar is. Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het resultaat. Hebben ze andere mensen nodig, dan moeten ze zelf contact leggen. En dat kan eventueel via ons eigen e-mailadres. En in dit voorbeeld kan je mooi zien hoe die kinderen daarmee omgingen. Deze kinderen die wouden een bezoekje brengen aan de kunstkeuken. Dat is een culturele instelling in Valkswaard. Alleen ze wisten niet zo goed hoe ze moesten beginnen. Is het nou geachte kunstkeuken of wat dan ook? Nou goed, na wat overleg kwamen ze erachter dat geachte heer, mevrouw beter klonk. Dus zo leerden ze dus eigenlijk ook meteen hoe je een e-mail moest opstellen. Nou, als ze van mij een go hebben gekregen, dan gaan ze over tot de uitvoering. Dan krijgen ze deze mapjes mee. En in die mapjes staan een stukje theorie, wat bijvoorbeeld een recensie nou precies inhoudt. Een stukje, of de eisen aan een artikel worden beschreven, uit hoeveel woorden moet het bestaan. En ze krijgen een aantal voorbeelden die de kinderen kunnen gebruiken ter inspiratie. En om die creativiteit en vrijheid zoveel mogelijk bij de kinderen te laten, mogen ze vervolgens zelf kiezen hoe ze dit praktisch gaan uitvoeren. De een gaat dan via Skype een interview afnemen, de andere gaat stellingen presenteren via PowerPoint. Er worden cartoons gemaakt of er wordt een, zoals je daar kan zien, een muziekclip gemaakt. Tijdens het schrijven van de artikelen staat de spelling- en grammaticacontrole uit en er worden afspraken gemaakt rondom de lettertypes en de lettergroottes, zoals je hier in het verslag van de burgemeester kan zien. En daarnaast proberen we ook heel veel met beeld en geluid te werken. Ik zei net al, kinderen krijgen veel eigen inbreng. Hier zie je toevallig ook een visitekaartje dat de kinderen hebben gemaakt. Dat hebben ze in Publisher gemaakt. Nou goed, als kinderen die artikelen hebben gemaakt, dan mogen ze ze publiceren. Maar eerst moeten ze die artikelen controleren. Alleen ik kwam erachter dat controleren, even snel praten, niet zo goed liep. Daar staat bijvoorbeeld in het verslag van de burgemeester
Als het allemaal te veel wordt, heb ik nog 250 mensen die voor mij klaarstaan. Het is anders ook niet te doen met 31 inwoners van Valkenswaard. Ja, ik vind persoonlijk 250 ambtenaren voor 31 inwoners een ruim plan. Dus wij gaan het wat controleren. Dat doen we in de vorm van de redactie. Die doet dat als volgt. Ze geven niet alleen aan waar de fout is, ze geven ook aan waarom iets fout is. En daarvoor. En in dat begeleidingsgesprek wordt met name op het proces ingezoomd. En daar worden de kinderen ook op moeten ze op reflecteren. En die moeten ze ook samenvatten. Als ze hun artikel nogmaals hebben aangepast, publiceren ze die op onze eigen WordPress-omgeving. Dat is een interactieve website waar mensen kunnen reageren op artikelen. Er wordt ook social media betrokken. Hier zie je toevallig een Twitter van een paar leerlingen. En ik ga vangen. En dat was hem. Heel snel gezegd. Mensen achteraan, u mag gerust hier van voor komen zitten. Hè. Kom de loungebanken van Medios uitproberen. Ja, oké, super. Oké, welkom. Goedemiddag trouwens. Ik ben Andrew Kormans, leerkracht in het buitengewoon lager onderwijs. Ik heb sinds dit jaar een smartboard in mijn klas. En ik was een beetje op zoek naar een leuk klasbeloningssysteem dat zowel interactief is en ook heel visueel is voor de kinderen. En zo ben ik via een collega terechtgekomen op de website ClassDojo. En ClassDojo is een leuke tool eigenlijk om te kijken van ja, hoe kan ik nu mijn klas belonen zodat iedereen er eigenlijk een beetje een wedstrijd van gaat maken. Leerlingen krijgen. Ik zal bijvoorbeeld de klas die ik voor vandaag heb aangemaakt. Zoals u zal zien, de sprekers voor vandaag die zullen misschien hun namen herkennen, want die heb ik als leerlingen van mijn ClassDojo-klas toegevoegd. Nu, dit is het scherm dat bij mij in de klas altijd bijna open staat. Als ik niet met mijn bord bezig ben, tenslotte, dan staat dit meestal open. Nu, dit kan allemaal worden aangepast. De avatars die hier nu staan, dat zijn bij mijn kinderen de foto's van mijn leerlingen. Nu, het leuke aan dit is, het smartboard, je kan dat allemaal aantikken, dat gaat eigenlijk allemaal heel snel. En de bedoeling is dus ook dat ik mijn kinderen punten ga geven. Nu, hoe doe ik dat? Dus door een van mijn leerlingen bijvoorbeeld aan te klikken, ik zal nu even mezelf nemen, en ik kan mezelf positieve of negatieve punten geven. Als ik mezelf een positief punt geef voor bijvoorbeeld ja, inzet, dan krijg ik direct een punt en zal je zien, er komt een eentje bij. Heb je nu met heel je klas bijvoorbeeld een taak gemaakt en je zegt van oh, al mijn leerlingen hebben eigenlijk heel knap meegewerkt, moet je niet leerling per leerling individueel, maar dan kan je bijvoorbeeld zeggen van oké, ik wil al mijn studenten een punt geven. Give award. En bijvoorbeeld huiswerk is in orde. Krijgt meteen de hele klas een punt. Nu zal je zeggen van oké, punten uitdelen. Er kunnen ook punten worden afgenomen. Bijvoorbeeld, Bram is niet in orde met zijn... eens eventjes denken. Bram was te laat. En Bram krijgt van mij een minpunt. En je zal ook zien, plotseling heeft Bram geen punten meer. Hij had er daarnet één, nu heeft hij er geen. Nu, het voordeel een beetje bij deze website is dat al die behaviors eigenlijk, zowel de positieve als de negatieve, kunnen volledig zelf worden aangepast. Dus je kan voor je eigen klas, als je zegt van ik werk binnen mijn klas met bepaalde doelen, een van de doelen waar mijn leerlingen aan moeten werken, neem ik mee op als een positief punt, kan je die volledig aanpassen naar je eigen wil. Nog een leuk voordeel aan dit programma, aan deze website eigenlijk, is dat die een iPad-applicatie hebben of een andere tablet-applicatie, waarmee dat ik bijvoorbeeld in de klas ook kan zeggen van oké, ik ga mijn punten via mijn iPad geven. Ik heb bijvoorbeeld op mijn iPad de applicatie staan en ik kan bijvoorbeeld ook dus op afstand, ik krijg dus hetzelfde scherm, ik weet niet, de mensen die vooraan zitten, die kunnen dat misschien ook zien. Ik kan bijvoorbeeld zeggen van oké, Tommy, ik ga Tommy een punt geven. Bijvoorbeeld voor zijn agenda. 1 minuut. En je ziet, het komt er meteen ook online mee op.
een nog een leuke extra is, als je bijvoorbeeld op het einde van de dag wil zien van oké, welke leerlingen hebben nu allemaal positieve of negatieve punten gekregen, kan je bij het afmelden van je klas, in het klas, krijg je automatisch een overzicht. En dat overzicht geeft aan welke positieve punten zijn er gegeven, welke negatieve punten zijn er gegeven voor de hele klasgroep. Bijvoorbeeld naar het einde van de week toe kan je zeggen van oké, we gaan eens kijken waar zijn de meeste minpunten gegeven. Daar gaan we volgende week aan werken. Of wil je individuele punten, bijvoorbeeld kijken van oké, Pascal Smit die heeft nu per toeval 100% positief gekregen. Dan heb je zo een individueel overzicht eigenlijk. Die overzichten die kunnen ook worden doorgemaild of via PDF worden opgeslagen. Ik hoop dat jullie dat hebben gehad. We hebben microfoons, hè? Ja, oké. En ik had, vermits we met ICT werken, eigenlijk een taaldocent waar ICT weinig mag kennen, onmiddellijk gedacht aan een scenario B. En dat ligt bij jullie op tafel. Dat is dus dit blad. En dan kunnen jullie tegelijkertijd volgen wat ik ga doen. Ik wil heel kort iets zeggen over Lingua Cluster. Lingua Cluster is een project, een uitwerking, een interregproject dat zich situeert in de EU-regio Maas-Rijn. Dat betekent dus Belgisch Limburg, Nederlands Limburg, de provincie Luik met de Duitsstalige gemeenschap en de regio Aken. Waar men dus met drie vreemde talen geconfronteerd wordt. En de bedoeling is dat we met die site een reeks hulpmiddelen aanbieden aan de scholen. Het zij die dan hier aangekondigd worden en elders uitgevoerd. Het zij dan dus dat je rechtstreeks op de site terecht kunt om ermee te werken. Een ganse reeks van die dingen zijn specifiek voor de regio waarover ik sprak. En die krijgen daar ook subsidie voor. Spijtig genoeg zijn er ook een reeks dingen die toegankelijk zijn voor anderen, waar je dus niet voor hoeft te betalen, dat is dan de positieve kant, maar waar je eventueel voor moet betalen als je eraan wil deelnemen. Je ziet, de site zelf is toegankelijk in, enfin, zal toegankelijk zijn in vier talen. Ik ga voorlopig de Nederlandstalige versie nemen, omdat die het vers staat. En dan krijg je hier onmiddellijk een overzicht van wat er allemaal op staat, en dat staat kort opgelijst op jullie blaadje. Dus in die zin is het eigenlijk gemakkelijk. Je hebt dus, om te beginnen, een reeks dingen voor taalsensibilisering voor de hele kleine kindertjes. Dat wordt dus uitgewerkt in de regio Aken, daar zijn er specialisten voor die dat kunnen, naar het schijnt. Een tiental verhaaltjes die men vooral kan uitbeelden om zo te suggereren wat de kindertjes moeten gaan zeggen en hoe ze het kunnen zeggen. Klasuitwisselingen voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Een elektronisch correspondentieforum gaat dus ook tot stand komen. De formule is, een leraar schrijft leerlingen in, zoekt, of wij zoeken voor hen dan een partnerklas, die wordt ingeschreven, we koppelen leerlingen en vanaf dat ogenblik kunnen die leerlingen met elkaar corresponderen, maar onder het verdoken toezicht van de twee leraars, zodanig dat er geen schunnige dingen kunnen gebeuren. Taal leren door toneel. Dat is natuurlijk niet iets wat men via het internet doet, door zang en door voetbal voor leerlingen van 13 tot 15 jaar. Wordt dus een drietalig voetbaltoernooi georganiseerd met gemengde voetbalploegjes. Drie Duitsstalige, drie Franstalige, drie Nederlandstalige. Lossen het onder elkaar maar op om de match te winnen en leggen het aan elkaar maar uit. Stageplaatsen in andere taalgebieden. Dus je zoekt een stageplaats voor leerlingen, ik zeg maar een kantoorafdeling in Wallonië, dan zoekt men die voor jou om daar dus een geschikte stageplaats te vinden. Taalmodules voor vijf knelpuntberoepen, dat zijn dus beroepen waarvan de VDAB en de Forum in Wallonië gezegd heeft, dat zijn dus beroepen waarbij gebrek aan talenkennis een cruciale rol speelt. En dan gaat men de speciale modules voor uitwerken, het is de Forum in Luik die dat doet. Dan een buurtalenmodule voor de lerarenopleiding en de nascholing, daar ga ik niks over zeggen. En dan ga ik eventjes ingaan op dat waar wij in Hasselt mee bezig zijn, dat is het Talenplein, dat zijn inspiratie gevonden heeft in de wedstrijd Vlaamse Olympiade voor het Frans, die tot hiertoe zijn eigen site heeft, www.olifran.org. Jullie vinden het adres op dat blad. Ik ga dat eventjes open doen, dat is altijd het gemakkelijkste. Kwestie van wat er achter de andere knoppen staat, kunnen jullie altijd gaan kijken. De uitleg staat er altijd bij. De bedoeling is dat die uitleg ook gaat gegeven worden natuurlijk in de vier talen waarin je toegang kunt hebben tot de site. Dat gaat hier wel redelijk traag. Ja. Dus het systeem is, je kiest in het begin je eigen taal. Hier staan er wel wat meer op dan degenen die in de EU-regio gesproken zijn. Ik ga dus zeggen, kijk, mijn moedertaal is bijvoorbeeld Nederlands.
dan kies je wat je wil gaan doen. Taal leren of de cultuur van die taal leren. Men hecht er tegenwoordig heel veel belang aan, dat weet je. Om je maar een heel eenvoudig voorbeeld te geven. Als wij iemand willen feliciteren, dan applaudisseren wij. Ik herinner me nog toen ik de eerste keer een interventie in Aken had voor de studenten van de RWTH daar. Die vonden schijnbaar dat ik dat goed gedaan had. En aan het einde was dat die hele zaal. Ik kreeg de bibber, ik denk, wat heb ik hier fout gedaan? Maar dat is hun manier om te feliciteren. Dus taal. Je kiest dan de doeltaal, bijvoorbeeld Frans in dit geval. Dan heb je de niveaus van het Europees referentiekader, kiezen allemaal bijvoorbeeld. Kun je oefenen, testen gelijk op een examen of leerlijn. Dat betekent dus concreet dat je werkt gelijk in een handboek, progressief opgebouwd. Taalaspecten, je kunt dat heel erg verfijnen. Schriftelijk, mondeling of de combinatie van de twee. Voorlopig is het alleen schriftelijk. Het aantal oefeningen dat je wil maken. Hier staat dan het aantal dat beschikbaar is. En je bent vertrokken. Je ziet het scherm is verdeeld in twee. Rechts krijg je altijd, als je dat wilt, tenminste een illustratie uit het betrokken taalgebied, zodat de taal echt vlees en bloed krijgt. En je kunt dus ook met een ganse reeks dingen die erop staan, je kunt bijvoorbeeld de taal van de vraag wisselen. Prima, gooi maar. En de rest laat ik aan jullie over. Dat staat dus hier onder die verschillende knopjes. Geen enkel probleem. Het is leuk om het zelf te doen en het is gratis. Ja, we wachten natuurlijk op Windows. Ik kwam hier vandaag voor jullie het leren-leren project Leren Hoezo voorstellen. Leren-leren project voor leerlingen tweede, derde graad secundair onderwijs. Ik had een aantal bedenkingen toen ik vandaag hier naartoe kwam. Namelijk, ik moet er rekening mee houden dat de capaciteit van korte termijn geheugen heel beperkt is van mensen. Dat beelden krachtiger zijn dan woorden, alhoewel ik het nu met woorden moet doen. En dat ik een manier moest zoeken om de vergeetcurve van Ebbinghaus buitenspel te zetten. En zorgen dat jullie ook volgende week nog iets weten over het project Leren Hoezo. De bedoeling eigenlijk van Leren Hoezo is om jongeren eigenlijk op een leuke en interactieve manier te helpen bij het ontwikkelen van een zelfstandige leerhouding. Nu, om ook leerkrachten en ouders te inspireren in hun taak daarbij. Kijk, we zijn onderweg. We hopen dat we nog heel snel erdoor kunnen gaan. En dat we eigenlijk ook via een website een platform creëren waar dat leerkrachten, studiebegeleiders hun ervaringen kunnen uitwisselen met elkaar. Hier zijn we al doorgegaan door onze bedenkingen. Die roet in het eten gooit. Nu, het doel van leren-leren heb ik al verteld. Nu, hoe trachten we dat op te lossen? De eerste revolutionaire uitvinding, dat was een boek, een studiegids waarin dan hoofdstukken aan bod komen, zoals studieplanning, examenvaardigheden, motivatie, falangst, zeg maar. Iedereen vraagt van zo'n dik boek, moeten leerlingen dat nog van A tot Z lezen? Nee, het is echt een zapboek waarbij dat ze heel kort en krachtig stukjes kunnen gaan zoeken. Nu, wat kom ik eigenlijk vertellen op een ICT-nascholingsdag over een boek? Gelijk hebben jullie. Dus we zappen eigenlijk onmiddellijk ook al door naar de website. Het boek bevat eigenlijk toegang tot een interactieve leerzone op lerenhoezo.be. Nu moeten we alleen nog hopen dat er ook een internetverbinding is hier. Voilà, kijk, die is er ook niet. Ik nodig jullie uit om te surfen naar lerenhoezo.be. Daarom vind je eigenlijk online tools waar dus leerlingen online een studieplanning interactief kunnen invullen, kunnen afdrukken, oefeningen om sleutelwoorden te ontdekken. Je vindt daar ook als leerkracht eigenlijk een aantal flash-animaties die je in staat stellen. Stel dat je het wil hebben over mindmapping, dat je dus niet gewoon een boek neemt waarin dan een leerling leest van wat is mindmappen, maar dat je via een presentatie echt ook kan tonen van hoe wordt een mindmap stap voor stap opgebouwd. Als je in de klas over een smartboard beschikt, is dat een heel leuke manier om het op die manier
te brengen. We hebben nog 34 seconden, dus ik wil nog afsluiten met één leuke geheugentip. Muziek en beweging kan ervoor zorgen dat je iets beter onthoudt. Er is een Amerikaanse onderwijsvernieuwer, W. Smith, die die tip onmiddellijk in de praktijk wou toepassen. Die wil ik nog delen met jullie en misschien is het iets om morgen tijdens de les in de praktijk toe te passen. Helium, L, I, lithium, N, A, sodium, C, and zinc. Een nieuwe manier om de tabel van Mendeleev te studeren, maar dat is een leuke manier om het thema van mnemotechnieken aan te kaarten. Bedankt voor jullie aandacht. Phil, please, do you mind turning the music back on? G voelen is de volgende. Ja, goedemiddag allemaal. Gunter Boelen is de naam. En ik kom het kort hebben over de website olifran.org. U ziet dat ik ook een goede truc toepas om de klok te omzeilen. En u kan dus ook zien, die site van olifran.org, dat is eigenlijk een site voor mensen die graag met talen bezig zijn, meer bepaald met Frans. Dus als er taalleerkrachten hier aanwezig zijn, spits de oren. Als er wiskundeleerkrachten zijn die Frans willen leren, het is de moment. Hier komt u terecht als u die site ingegeven hebt. U kan er verschillende kanten uit. U kan naar de site van Olifran zelf, dus daar komt u op Universiteit Hasselt terecht. Centrum Toegepaste Linguïstiek. En daar kan u dan al meteen zien dat het dit jaar de 25e editie is van het Olifran gebeuren. Wat is het juist? Olifran, het is eigenlijk een afkorting van Olympiade en dan Frans of Français, zoals u dat zelf wil hebben. Ik ga even laten zien wat er zo fijn aan is, want ik doe zelf al een... ik denk 7-8 jaar mee met mijn leerlingen. En elk jaar opnieuw vragen degenen die in het derde al eens geproefd hebben om in het vierde opnieuw mee te doen. Dat is een soort van wedstrijd. Die dag zelf kan je een eigen wedstrijd volgen. Die wordt georganiseerd door de universiteit. Je kan het op je eigen school organiseren. Maar je kan ook online oefenen. En dat vinden ze wel leuk. Omdat ik dan niet meer met de rode pen moet komen, maar het programma allemaal zelf uitwerkt. Ik ga wat snel daardoor gaan. Ook al loopt de tijd nog steeds niet. Je kan kiezen voor test of entraînement. Je kan dan kiezen voor je doeltaal, laten we maar zeggen dat dat voor ons Nederlands is. Je kan dan weer volgen. Je kan het zo moeilijk maken als je wil. Derdejaars van mij starten meestal met 1. En als dat heel vlot gaat, als ze een aantal keren goede resultaten behaald hebben, gaan ze vanzelf verder. Je kan zelf kiezen wat je wil oefenen. Wil je woordenschat gaan doen? Wil je kleine conversaties of grammatica? Het fijnste, het leukste is dat je de mix doet. Je kan zoveel vragen nemen als je wil. Je kan tot 100 of misschien nog veel meer gaan. Maar 10 is aangewezen, anders duurt het te lang eer er feedback is. Je kan dat natuurlijk zelf aanpassen. Ik neem hier even een non-animé en dan krijg ik bijvoorbeeld quelle traduction convient le mieux. Nathalie heeft haar eigen kamer. Nu, ik ga even op goed geluk iedere keer de eerste aanduiden en dan voor suivant kiezen, krijg mijn tweede vraag. En zo doe ik maar door. Want anders kan u niet zien wat er plezant aan is. Kunnen we ook meteen zien of ik straks op de lotto moet spelen? Ja, dan nee. Dan zal ik de tweede nemen. De derde. En als ik mijn 10 vragen gepasseerd ben, dan klik ik middenin op resultaat. En dan zie ik dat ik van de lotto moet wegblijven, want ik heb 0 op 10 gehaald. Maar ik kan dus ook punten halen, zowel qua snelheid als ook qua resultaat, als ik goed geantwoord heb. Het fijne dan is dat ik mijn vragen die fout waren, in mijn geval dus jammer genoeg alle 10, opnieuw aangeboden kreeg. En ik ga ze dan eigenlijk alle 10 moeten proberen om beter te doen. En dan komt eigenlijk na mijn 10, ik heb dus pech, ik moet iedere keer 10 opnieuw. Je ziet dat ook het cijfertje nu in het rood staat waar dat ik aan het volgen ben. En dat betekent dat ik dus aan het verbeteren ben. Ik hoop dat ik aan het verbeteren ben.
En dan komt eigenlijk het fijne van het hele verhaal. Dat is als ik klaar ben en ik klik dan op de resultaten, dat ik mijn juiste oplossingen te zien krijg. Ik heb er dan toch nog twee juist gehaald. Dus de leerling zijn dan eigenlijk, je kan dat doen tijdens een ICT-les, zo doe ik dat al wel eens, en dan oefenen ze thuis verder. Ze kunnen dus eigenlijk zelf kijken wat hun resultaat is, en de vragen zijn redelijk uitdagend voor leerlingen die met Frans bezig zijn. In die laatste minuut ga ik dus nog even terug naar de website van Olifrans zelf. Je kan op die site terecht om bijvoorbeeld de vraag van de maand op te lossen. Je kan daar tickets mee winnen, leerlingen doen eraan mee. Ze kunnen ook zelf een YouTube-filmpje maken om bijvoorbeeld de Olifrans-editie van dit jaar en andere jaren ook op te vrolijken en vooral voor een reclame voor te maken. Je kan materiaal aanvragen voor op school. En ook fijn, en dat heb ik hier normaal nog ergens verstopt, dat zit dus hier. Je kan ook je eigen competitie op school aanvragen. Dus dan kan je bijvoorbeeld een dag de tijd laten, een week de tijd laten om de leerlingen te laten oefenen. En dan krijg je ook een mooi overzicht van hoe en hoeveel en wat je leerlingen daarmee bereikt hebben. Zo, ik denk dat ik klaar ben. Dank u. En we zijn vertrokken. Goedemiddag allemaal, ik ben Peter en in mijn vrije tijd werk ik voor Dwengel VZW. En wat doen wij met Dwengel? U ziet het al een beetje op de achtergrond. Dit zijn allemaal rondrijdende robots. Allemaal gemaakt door studenten en leerlingen. U ziet hier, dat is ongelooflijk plezant om met robots te experimenteren en te zien hoe die rondrijden. Dit is een praktische toepassing van techniek. En dat valt eigenlijk helemaal samen met onze doelstelling, want vanuit Dwengo willen wij de jeugd warm maken voor techniek. Het is hier vandaag nog gezegd door Pascal Smet, door de mensen van Agoria, er zijn te weinig ingenieurs en technische beroepen. Wij willen dat in het middelbare onderwijs al corrigeren, door eigenlijk vanuit de leerkrachten natuurkunde, fysica, wetenschappen ze te stimuleren om eigenlijk in de praktijk iets te gaan doen wat leerlingen interessant en leuk vinden. En daarvoor hebben wij bij Dwengo het Dwengo-bord ontwikkeld. En hoe is dat gelopen? Wij zijn met 6 mensen bij Dwengo, 6 oprichters. Wij studeerden ingenieur aan de Universiteit Gent. En in onze vrije tijd hebben wij achteraf bedacht, wij kunnen daar leuke dingen mee doen. Zeker ook voor de eerstejaarsstudenten. En voor de eerstejaarsstudenten hebben wij en dat zit nu ook in het onderwijs, of mee in het curriculum daar. Eerstejaars ingenieurstudent in Gent gaan al vanaf het eerste jaar, recht uit het middelbaar, leuke, praktische dingen maken. Zoals bijvoorbeeld dit spelletje dat ze gemaakt hebben. Ja, een spelletje dat vandaag op elke iPhone ook zit. U kent het misschien. U beweegt daarmee, u ziet het balletje rollen en u moet die muren proberen te ontwijken. Dit is iets wat ze in het eerste jaar gemaakt hebben. En toen we dachten, of toen we gezien hebben dat dat goed werkte, dachten we, met dit soort dingen kunnen we ook leerlingen in het middelbaar onderwijs, in de derde en de vierde graad, gaan warm maken voor techniek. En dat hebben we gedaan. Dit zijn hier 4 brave jongens uit het Sint-Pieters College in Blankenbergen. Zij zitten in het vierde jaar boekhouden informatica. En wat doen zij daar bij boekhouden informatica? Wel, zij gaan de programmeerlessen die ze vroeger hadden, heel eenvoudig, programmeren in JavaScript, doen zij nu met het Dwengo experimenteerbord. En dat leidt tot bijvoorbeeld, heel eenvoudig, na een paar lessen al, een rondrijdende robot die, zoals u kan zien, deze cirkel volgt of die op de volgende slide rijdt naar het licht toe. Dus een autonome robot, die robot zoekt zelf waar het meeste licht is en dan rijdt hij daar naartoe. Of zoals u deze kan zien, een robot die in een doolhof kan zetten en die nooit tegen de muur rijdt, maar die automatisch die muur detecteert. Ja, wat zien we hier? We zien hier iets wat elektronica is, we zien hier een stukje programmeerwerk en we zien hier interactiviteit, het beweegt, leerlingen zijn daar enthousiast over en dat werkt allemaal goed. Als u nu de smaak te pakken hebt, wat doet u dan? Dan surft u straks naar blogs.dwengo.org, want wat hebben wij ontwikkeld? Wij hebben op onze website ontwikkeld ook een vorm van grafisch programmeren. Ja, dus ook als u zegt, zoals in de boekhouden informatica, programmeren aan zich is niet de doelstelling, het is de doelstelling om algoritmisch te denken, dan hebben wij daarvoor eigenlijk een gratis online tool
U sleept die blokjes bij elkaar, u kan daar een tekening zien van het bord, u ziet hoe het allemaal loopt, u kan dat simuleren, dat werkt eigenlijk vrij gemakkelijk. Ja? Als u geïnteresseerd bent, kan u ook het elektronica-platform aankopen en dan kan u het ook echt gaan doen. Dat is niet zo heel prijzig, vindt u alles ook over op onze site. Maar ik sta hier niet echt om reclame te maken, ik wil vooral mensen warm maken voor techniek en ik hoop dat jullie dat ook doen in de klas. Want wij zeggen eigenlijk altijd, stap voor stap kunt je heel veel bereiken. En zeker ook met Dwengo, wij werken altijd stap voor stap op onze website. Vindt u bijvoorbeeld een stappenplan, from zero to hero, met 10 stapjes, kan u eigenlijk leren hoe u ook zelf zo'n robot kan maken. Zit u in het ASO en zegt u, ik wil eens de valversnelling meten in de klas? Ja? Leerkrachten aardrijkskunde, fysica die dat ooit gedaan hebben, dat hebben we ook gedaan met het Dwengo-bord. Ja? Dus u kan het ook, als u een beetje handig bent, grote buis, balletje erin, we meten de snelheid op verschillende punten en we halen daar de valversnelling uit. En ik wil afsluiten, want het is bijna gedaan, ik had dat ook helemaal voorzien. Ja, maar ik ben sneller dan jij, Maarten. Hoe werkt dit? Dit is een laatste filmpje. Dit is een filmpje van een leerling in het laatste jaar TSO-onderwijs. En die moest een GIP maken, een geïntegreerde proef. En die ging naar zijn begeleidende leerkracht toe en die zei, mevrouw, ik wil graag een robot maken die ik kan aansturen met mijn iPhone. En die juf zei toen, oei, dat is wel een beetje heel ambitieus. Maar we gaan dat proberen. En die mevrouw heeft ons gecontacteerd, heeft gezegd, met zo'n Dwengo-bord zou dat ooit lukken. En wij hebben gezegd, kijk, wij hebben dat ook nog nooit gedaan, maar dat komt wel goed, want met de informatie op onze site is Wouter erin geslaagd om met de herfstvakantie al een rijdende robot te hebben. In de, iets na de kerstexamens heeft hij die robot kunnen aansluiten op het internet. En dan heeft hij in de, tegen de paasvakantie of zo die iPhone-applicatie gemaakt. Dus hij is er echt in geslaagd om te doen wat hij belooft. Dat hij heeft een werkende robot met de iPhone. En de master is nu mijn presentatie ook af. Ja, ik ben geen goede vanger, dus dat zal niet lukken. Hè? Maar alleszins, u vindt alle informatie en u kan ons mailen. Dankjewel. Magda Breisink. Ik ga niks laten zien, ik ga alleen praten over iets wat ik het voorbije semester geëxperimenteerd heb bij de eindejaarsstudenten Milieumanagement van Hogeschool Gent. Ik geef daar het vak beroepsgerichte taaltraining Engels. En wat de studenten eigenlijk naar mijn smaak te weinig doen, dat is lezen en elke dag lezen en bijblijven met het nieuws binnen hun vakgebied. En ik vond dat ze zelf de leerstof konden aandragen in plaats van dat ik dat allemaal voor hen doe en zeg dit moet je studeren. En dus heb ik een blog opgezet, die heette de 3MM Pressroom Weekly. 3MM is 3 Milieumanagement. En ik had wel een selectie van bronnen, dus ze waren niet compleet vrij. Maar hun vakgebied is heel erg groot en iedereen heeft zowat zijn eigen speciale interesses. En dus moesten ze elke week uit al die nieuwe bronnen een bepaalde tekst, een soms zeer positief, soms een beetje doom en gloom, posten. En er was nog een woordenschattaak bij. Zij moesten dus ook de sleutelbegrippen in die teksten telkens definiëren onder de geposte tekst. En ik kon ingrijpen in hun tekst. Dus ik moest nagaan of die definities eigenlijk wel goed waren enzovoort. Zij konden niet ingrijpen in andermans tekst, alleen in hun eigen teksten. Het is eigenlijk een simpel idee en zeker voor verbetering vatbaar. Dus ik ben eigenlijk zeer blij als er mensen zijn die mij nog een paar tips aan de hand kunnen doen om er nog iets beters van te maken. Voilà, dat is het. Ik wil gooien. Alsjeblieft. Alles staat erop. Kan niet? Ik doe het nou via een PowerPoint en dan kun je het niet zo mooi horen, maar vooruit. Ik ben leerkracht muziek en ik heet trouwens Rian Akkermans. En ik heb een muziektool gemaakt om kinderen klanken visueel te laten zien, zeg maar, zonder muzieknoten. Dat betekent
Dat betekent lange klanken klinken lang, korte klanken kort, hoge hoog, lage laag. Je ziet nou niet de lijn voorbij schuiven die aangeeft waar het geluid is. Als je dunne lijnen hebt, dan klinken ze zacht. Dikke lijnen klinken hard. Je kunt hulplijnen instellen. Je kunt nog veel meer dingen instellen. Maar vooral bijvoorbeeld de toonhoogte. Dat je een precieze toonhoogte in kunt stellen. En dat je ook de tijdsduur in kunt stellen voor ritmes te maken of zo. Wat kun je er in de klas mee? Je kunt kinderen, de leerkracht kan zeggen wat een kind moet tekenen. Je kunt luisteren naar bijvoorbeeld een toon op een blokfluit en die tekenen, of een ritme of wat dan ook. Je kunt ook zelf bedenken. Je kunt ook zelf dingen bedenken. Het kan ook andersom, dat je hier iets hebt staan en dan kun je er een scherm voor zetten. Dan kun je dus de kinderen laten luisteren en nalaten tekenen wat dat ze gehoord hebben. In lijnen. En dan het scherm hoog doen en kijken of dat het klopt. Ze kunnen ook bewegen. Hoor je een lage klank, ga je op de grond zitten. Hoge klank, ga je staan. En tot slot, dit is gemaakt door een kind van groep 6 die niet speciaal muzikaal geïnteresseerd was. Ik heb daar 4 lessen met een groepje kinderen aan gewerkt om een beetje de klanken te laten. Nou ja, ik zal het laten horen gewoon. Dit kind had dus geen muziekles, geen andere lessen gehad van tevoren. Toch nog gelukt. Voilà, dit was de Teach Meet. Dit is de tweede Teach Meet geweest. Hopelijk komt er nog een derde en ik hoop jullie daar allemaal terug te zien. Bedankt aan alle sprekers. Bram, bij de derde kreeg je een badge. Goed? Bedankt ook onze sponsor Medios voor die mooie loungebanken. En zij hebben de wijn betaald. Tot volgende keer.